Een vrolijk feest bij de opening van de speelgoedbank in Os. Maar het gevoel bij de werknemers is dubbel, want het zou niet nodig moeten zijn. We hebben op dit moment met de kleding hebben 140 gezinnen. Met Sinterklaas deden we al voor 70 kinderen, dus ik denk dat de speelgoedbank ook gaat lopen. 2 jaar geleden kreeg ik het idee voor het openen van de speelgoedbank. Toen was het toch een idee. Een half jaar geleden besloot ik van we gaan eens kijken hoe we het gaan aanpakken. Nou, en inderdaad, dankzij de Rotary heb ik de kans gekregen om het hier op te bouwen. Kijk, ergens is het heel jammer dat het nodig is. Hè, dat we helaas in een rijk land als Nederland er mensen zijn die inderdaad eigenlijk niet in staat zijn om speelgoed zelf voor hun kinderen te kunnen kopen. Tegelijkertijd is het hartstikke mooi dat we het hier voor elkaar krijgen met de inzet van Vanessa. Denise Leeën kan de hulp van de speelgoedbank goed gebruiken. Voor mij is het wel nieuw, eerlijk gezegd. Ik had hier nog geen ervaring mee. Door omstandigheden ben ik hier wel in aanraking mee gekomen. En ik vind het echt heel erg fijn dat het mogelijk is. Ze is moeder van een zoon van 2 en heeft 2 pasgeboren baby's. De speelgoedbank zal de komende jaren een uitkomst voor haar zijn. Ja, het zijn toch die kleine dingetjes die het verhaal compleet maken. Zodat je toch je kind aan kan bieden naar wat nodig is. Bijvoorbeeld verjaardagen of feestdagen, kerst, Sinterklaas. Ga zo maar door. Ik vind het zelf wel heel fijn dat ik dit kan bieden op deze manier. Want het kind merkt het eigenlijk niet. Maar als ouder word je wel echt mee geholpen. Ja, de indruk dat je al weet dat kinderen hier blij gaan worden. Met blije smoeletjes weer de deur uitgaan. Speelgoed kunnen krijgen wat ze eigenlijk niet meer kunnen krijgen. Omdat de ouders het niet breed hebben. Het hier dan kunnen halen, ja, dat doet zoveel. Ja, fantastisch gewoon. De speelgoedbank is te vinden in een extra verdieping bovenop de al bestaande kledingbank. Klanten die gebruik willen maken van een van beide kunnen zich melden via de mail of Facebook van Helpende Handen. Ik werk heel laagdrempelig, dus ik hoef geen financiën te zien. Ik hoop wel dat mensen eerlijk zijn, maar de meesten zijn wel eerlijk. Dus meld je eigen gewoon aan. Kom bij mij even langs en we regelen samen iets. Alle speelgoed wordt gedoneerd door mensen. Dus bij deze een oproep. Heb je nog speelgoed? Kom het alsjeblieft brengen. Dan kunnen wij het in de rekken zetten en komt het op de juiste plek terecht.